U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Het trekken van het noorden uit wolkenvelden over het land. Af en toe valt er in het oosten zelfs wat lichte neerslag daaruit. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog en tussen de wolken door is er ook wel ruimte voor de zon. Het heeft er alle schijn van dat de zon in de loop van de dag wat meer ruimte krijgt. En dan neemt de kans op verdere motregen ook af. Temperaturen liggen in de middag tussen de 5 en 7 graden. En er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het noorden tot noordwesten. Een vredelijk rustig weertype dus voor onze zondag. Vanavond mogelijk wat lichte neerslag in het oosten, maar het stelt nog niet veel voor. We hebben ook nog opklaring en de temperatuur daalt naar 2 tot 5 graden. Vannacht gaat daar misschien nog een graadje af, maar vriezen doet het niet meer. Morgen overheerst bewolking. Er valt van tijd tot tijd wat motregen, vooral in het binnenland. 6 of 7 graden wordt het. En dan waait een matige tot vrij krachtige wind uit het noordwesten. Misschien nog een beetje zon in het zuidwesten van het land. Dan dinsdag in het noorden, misschien een opklaring. Verder overheerst bewolking. Het blijft op de meeste plaatsen droog. En het is 6 of 7 graden. Vanaf woensdag krijgen we weer meer ruimte voor de zon. Temperaturen tussen 5 en 7 graden, maar de nachten worden duidelijk weer wat kouder. Ik ben Marken Verhoef van Weerplaza.nl